Welkom terug bij BNR Digitaal. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Boris Veldhuizen van Zanten is de backup. En we gaan het hebben over de digitale munt Bitcoin. Want die zit in de lift in verschillende opzichten eigenlijk. Afgelopen weken zijn verschillende belangrijke bedrijven begonnen Bitcoin als betaling of donatie te accepteren. Denk aan Mega van Kim.com. Denk aan WordPress, Reddit, The Internet Archive. Maar ook is de koers van Bitcoin naar recordhoogte gestegen. Zowel tegenover de dollar als tegenover de euro. Gaan we over praten met Roland de Goeij van de site bitcoinspot.nl. Hartelijk welkom. Dank je wel. Laten we eerst maar eens even proberen uit te leggen, wat is Bitcoin? Wat is Bitcoin? Bitcoin is een digitale munteenheid. En ik denk, om het een beetje te snappen, kan je het beste vergelijken met digitaal geld. Digitale cash, maar dan voor het internet. Ja, dus op verschillende manieren in het verleden ook wel geprobeerd. E-cash, herinner ik me uit de jaren 90. Verschillende initiatieven die weer gestorven zijn. Ja, klopt. Maar dat heeft er denk ik alles mee te maken gehad, is dat die munteenheden waren niet decentraal opgezet, zoals Bitcoin. De eigenschappen van Bitcoins kan je vergelijken met cashgeld. Je kan ze niet namaken, je kan ze niet dubbel uitgeven. Ze gaan direct van persoon naar persoon. Je kan ze ook niet weer terugvragen als je ze helemaal uitgegeven hebt. De zogenaamde chargebacks. Iedere webwinkelhouder die heeft er denk ik wel eens nachtmerries van. Met Bitcoin. Je hoeft dus ook geen rekening te hebben bij een bank om bitcoins te kunnen krijgen en uitgeven. Het is volledig in jouw handen. Het is jouw geld. Jij bewaart ze. Je hebt een soort via software op je PC of je Mac heb je een soort digitale portemonnee waar ze in zitten. Ja, je hebt een digitale portemonnee waarin je eigenlijk de sleutels bewaart die je toegang geven tot je bitcoins. Ja. Met Bitcoin kan je eigenlijk net zo makkelijk als dat je een e-mail verstuurt binnen een paar minuten zoveel geld als jij wilt overmaken naar waar dan ook, anoniem en eigenlijk voor zo goed als niets. Het kan zelfs helemaal voor niets, maar als je een heel klein beetje aan transactiekosten meegeeft, dan gaat het iets sneller. Gaat iets sneller? En dan gaat het ietsje sneller, ja. Dat is een technisch verhaal, maar misschien hebben we daar straks nog wel even tijd voor. En misschien niet, want ik heb heel veel te vragen. Onder andere waar jouw interesse vandaan komt. Want jij zet als, in feite heb je als Bitcoin-liefhebber heb je bitcoinspot.nl opgezet. Waarom? Eigenlijk sinds de financiële crash van 2008 ben ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd geworden in geld. En eigenlijk luisterend naar allerlei soorten mensen op het internet kwam ik Bitcoin tegen. En eigenlijk het decentrale karakter en ook zeker het revolutionaire karakter van Bitcoin. En ook gekoppeld dat het technisch gewoon verschrikkelijk knap in elkaar zit. Er is er heel goed over nagedacht. Want je bent IT'er, hè? Wat doe je precies voor de kost? Ik ben systeembeheerder. Juist. In de ruimste zin van het woord. Ja. Eens even kijken hoor. Bitcoin heeft een hele turbulente geschiedenis. Hè? Een jaar geleden was de koers, die bereikte een piek, net als nu. En is daarna verschrikkelijk in elkaar gedonderd. Hoe is dat gekomen? Vertel eens hoe dat kan dat een munteenheid zo opeens uit de gratie kan raken en dan opeens weer intrek is. Ik denk niet dat die ooit uit de gratie is geraakt. Ik denk dat je dat zeg maar als een bepaalde koerseenheid in één keer veel geld waard wordt, dan trekt dat nog meer mensen aan die hopen dat die nog meer geld waard wordt. En daardoor wordt die nog meer geld waard. Was gewoon speculatie dus? Ik denk er zit een hoop speculatie in de prijs. En in die tijd was Bitcoin nog zeker niet zo stabiel als nu. Er waren het is een beetje het Wilde Westen rond die tijd. Het begint nu wel iets te stabiliseren. In die tijd waren er ook veel diefstallen van bitcoins. Een paar bitcoinbeurzen in die tijd zijn ook omgevallen. En het was een beetje chaotische tijd en het begint zich te stabiliseren. En ik denk dat de koersstijging van nu, daar kan je een heleboel redenen voor aanwijzen. Ik denk in ieder geval de belangrijkste wat je mij zou vragen is, het is gewoon tijd voor bitcoin. Er is plek voor. Het heeft nut. Het heeft zijn toepassingen. Steeds meer mensen beginnen te integreren in hun winkels. Leg mij eens uit waarom ik bitcoin zou moeten gaan gebruiken om mijn behoefte te betalen? Nou, je moet niks natuurlijk. Je zou het kunnen gebruiken als toevoeging op de bestaande betalingssystemen. Het heeft een heleboel aspecten. Het is ten eerste gratis. Dus je kan geld overmaken naar de andere kant van de wereld. Voor nop als je wil. Of voor een paar cent. Ja. Doe dat maar eens met PayPal. Als je $200 overmaakt, dan moet je 3% overbetalen. Dat is dan nogal niet niks. Het is snel. Het is binnen 5 minuten geregeld. Meestal. Het is net zo makkelijk als het sturen van een e-mailtje. Het is anoniem. Dat anoniem, hè? Want ik begrijp dat het toch ook wel dat het een omstreden munt is. Hè? Omdat er veel criminelen vinden dat je niet kan tracen waar het geld naartoe gaat. Vinden ze toch wel heel interessant. Is Bitcoin daar overheen aan het stijgen? Of kleeft dat nog wel aan het kleeft systeem? Denk ik, misschien vervelend gezegd, erg door mensen zoals jij die erover beginnen. slecht nieuws verkoopt natuurlijk. Hè? Goed nieuws verkoopt niet zo best. Ik heb van de week nog een artikel zitten lezen. Waarin
ze zeg maar een enquête hebben gedaan onder bitcoingebruikers. En ze hadden nu een stuk of 5000 mensen gehad. En dan blijkt dat de meeste bitcoingebruikers blank zijn, boven de 30. Lichtelijk anarchistisch ingesteld. En de meeste mensen geven hun geld uit aan goede doelen en aan computerspulletjes. En er wordt ook waarschijnlijk iets van onder de 10% uitgegeven aan dingen die je niet 1, 2, 3 op straat kan kopen. Maar dat gebeurt met cashgeld ook. Boris, je hebt een aantal internetbedrijven. Accepteer jij bitcoin? Nee, maar het grappige is, we hadden bij de vorige conferentie hadden we wel mensen die vroegen of ze konden betalen met bitcoin. Aha, ja. Dus dankzij deze uitzending dacht ik, oh ja, ik moet dat ik wel even gaan regelen. Want wij gaan dat doen. Kost niks. We moeten het doen. Dus ja. Ik moet me erin verdiepen hoe technisch ingewikkeld het is om het te accepteren. En Roland, kan je ze ook weer inwisselen Jeroen van Berghek is er nog. Ja, kan je ze ook weer inwisselen voor gewoon geld dan? Roland. Ja, dat kan. Er is een beurs voor. Net zoals dat je voor antieke beurs hebt waarschijnlijk en voor goud. Dus het is zoveel waard, zoals ze zeggen, tussen aanhalingstekens, de gekke voor geeft. Dus er is blijkbaar behoefte aan. Ja. Want je kan in principe alles mee doen wat je wil. Kun jij Boris uitleggen waarom hij bitcoin moet accepteren, behalve dan dat er om gevraagd is? Nou, ik denk tegenwoordig in de business maak je niet veel marge. Ik denk als internetondernemer. En dat is volgens mij echt het sterkste punt. Waarom je trouwens, Boris? Oh, hele hoge marges maken. Hele hoge marges. Stel je voor dat jij 6% marge hebt in jouw webshop. En jij kan die 3% marge kan je elimineren die je maakt voor PayPal of voor creditcardmaatschappij. Dan verdubbel je winst. Ja, totdat je het inwisselt op die beurs en dan betaal je wel weer een percentage. Ja, kijk, dat is natuurlijk, zeg maar, het staat nog tussen aanhalingstekens in de kinderschoenen. Het is natuurlijk, het zou mooier zijn, en dat begint nu zich langzaam een beetje te voltrekken, dat het een gesloten systeem wordt. Dus jij verdient bitcoins en je geeft ze ook weer uit. Maar je hebt natuurlijk, zeg maar, die transitiefase waar je nu in zit. Ja. En mensen willen het ook graag ergens ergens op vast kunnen pinnen. Dus als jij zegt, die bitcoins, daar kan je 6 boeken van kopen. Dan zeggen ze, nou, dat snap ik niet. En dan zeg ik, ja, een bitcoin is 30 euro waard. Oh. Ja, dat klinkt een stukje bekender. Ja. Dan ga ik weer even naar Jeroen van Berghek van uitgeverij Fosfor. Want die bemoeit zich er toch mee. Dus ja. Als jij dit hoort, denk je dan, hey, ik moet gaan bitcoin gaan accepteren? Nou, dat klinkt wel heel erg interessant. Want we hebben natuurlijk gekeken naar, kunnen we die boeken zelf gaan verkopen? Maar als je dan met Ideal gaat werken, dan die marges zijn echt niet haalbaar als je iets van een product van 5 euro verkoopt. Ja. Het klinkt wel interessant, maar ik als ondernemer betaal ook niks aan. Je zegt, als je koopt betaal je niks, maar als verkoper betaal je ook niks. Nou, je moet het zo zien, de bitcoins onderling overmaken, dat hoeft niks te kosten. Dus als jij jezelf laat uitbetalen in bitcoins en je zegt van, ik ruil die bitcoins niet om naar geld, dan in principe kost het je niks. Heb je eigenlijk nul transactiekosten. Ja. Als je het wil laten uitbetalen naar geld of naar euro's of dollars, dan heb je eigenlijk twee opties. Je kan naar een beurs gaan en ze daar weer zelf verkopen. Dat kost wel een stukje meer moeite en ben je natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de fluctuatie in de koers. Of je kan gebruik maken van pioniers zoals bijvoorbeeld Bitonic.nl. Dat zijn hele slimme jongens en die hebben een open card module ontwikkeld. Dus waarmee ze in jouw webshop mensen met bitcoins kunnen betalen. En zij rekenen dat 1 keer per week om naar euro's. En dan kost je 49 eurocent per transactie. Even als we toch de ondernemersaspecten aan het belichten zijn. Kent de belasting bitcoins? De belasting kent bitcoins, maar ze weten volgens mij niet precies hoe ze mee om moeten gaan. Ik denk dat is een typisch ambtenaren dingetje is dat niemand de eerste wil zijn om te zeggen, dit moeten we ermee. Ja. En ik heb ook al heel veel verhalen gehoord. Ja, PayPal is ook heel lang, was dat. Je kon zoveel geld verhandelen via PayPal als je wilde en niemand krijgde daarnaar. Maar dat is op een gegeven moment wel veranderd. Als het groot genoeg wordt, dan komt de regelgeving. En als je nu boven een bepaald bedrag op PayPal hebt, dan moet PayPal dat melden aan de Nederlandse bank. Het is een beetje hetzelfde als met cashgeld natuurlijk. Over cashgeld kan je ook niet direct belasting heffen. Maar indirect heft de staat ook belasting op cashgeld. Natuurlijk op het punt dat je bitcoins gaat uitgeven bij een winkel. Dat is natuurlijk het punt waarover je er wel belasting over betaalt. Dan betaal je iets waar BTW op zit en zo. Ja, precies. Ja. Dus hey, nog even heel kort, want we hebben weinig tijd meer. Je hebt zelf nog een zakelijk idee waar bitcoin bij te pas komt. Kun je dat kort uitleggen? Wij willen zeg maar ondernemers wel gaan helpen bij het accepteren van bitcoins. En voor de rest staat het nog zover in de kinderschoenen dat ik er nog niet veel over kan vertellen. Oké, dan wanneer het zover daar is. Daar is het tijd voor, denk ik. Bitcoins accepteren is makkelijk. En ik denk wel dat er komt wel wat technische kennis bij kijken. En daar kunnen wij ze mee gaan helpen. Oké, dat is interessant. En als je daar verder mee bent, dan nodigen we je nog een keertje uit. Ja, dankjewel. Dankjewel. Roland de Groei van bitcoinspot.nl. En ook bedankt internetondernemer Boris Veldhuizen van Zanten. Volgende week Cyberwar. Komt die eraan? Of zitten we er al middenin? Meer digitaal op bnr.nl/digitaal. En op Twitter, @bnrdigitaal. En heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Archie CRM Software.